bestaan in Dordrecht 10.000 essen. En die moeten allemaal individueel geïnspecteerd worden de komende tijd. Want waar leiden ze aan misschien? De essentaksterfte. Die is al een paar jaar in Nederland. En helaas ook in Dordrecht aangetroffen. In een groot aantal bomen. En wij willen graag weten in hoeverre die bomen zijn aangetast. En of de bomen niet onveilig gaan worden de komende tijd. Onveilig, dat betekent kappen? Uiteindelijk moeten we in sommige gevallen wel besluiten te gaan kappen. Want veiligheid staat voorop. Ja. Dat zou zich kunnen beperken tot het kappen van aangetaste takken, maar misschien zelfs wel de hele boom? Het is een beetje afhankelijk van de mate van aantasting inderdaad, ja. Bomen die licht aangetast zijn, die kunnen we waarschijnlijk nog wel snoeien. Maar bomen waarbij er heel veel dode takken aanwezig zijn, ja, die op een gegeven moment moet je daar zoveel uit gaan halen dat er eigenlijk niet veel overblijft van de boom. En in die gevallen zouden we toch over moeten gaan op het kappen van de boom inderdaad. Ja. Essentaksterfte is een schimmel. Het essenvlieskelkje die bevindt zich op 's winters op het blad wat onder de boom blijft liggen. En in het voorjaar als de boom uitloopt, dan verplaatst hij zich naar de takken in de boom en die worden daardoor aangetast. Ik zou zeggen in de herfst snel de bladeren opruimen. Dat doen we ook in de stad. Want het gekke is dus dat je dan in de stad bij de stenen bijna geen ziekte tegenkomt. Maar juist in de polder, waar dat al het blad blijft liggen, wat we niet op kunnen ruimen, daar zie je de ziekte dus erg om zich heen grijpen. We staan hier bij een boom, maar we kunnen even niet omhoog kijken. Maar hier omlaag zie je ook wel hier een takje met het probleem, hè? Ja, dat zit erbij. Je ziet hier dat de top van de tak is afgestorven en die tak die sterft in. Die boom die denkt van, hé, maar ik wil blijven leven en die gaat daaronder weer uitlopen. En het vervelende van deze ziekte is dat ook die nieuwe tak uiteindelijk weer doodgaat. En zo sterft die van lieverlee helemaal af, ja, totdat de boom nagenoeg dood is. De verwachtingen zijn dat nu de aantasting zo dermate groot is dat we binnen nu en 10 à 15 jaar toch wel misschien wel 90% van de essen in Dordrecht moeten gaan verwijderen. Dus dat is heel aanzienlijk. Dan worden er letterlijk gaten geslagen in de stad. Ja, maar die gaten gaan we weer dichten. En dat zullen we niet met essen gaan doen, maar die worden uiteraard weer ziek.